september sprak ik met Tom Vroemen. En die zei van, nou, ik ben wat leuks aan het doen. Ik ben een exibootje aan het bouwen. En ik had alle ideeën daarover. En toen zei hij net, zeg maar gisteren, hij is klaar. Kom een beetje meekijken. Dus we gaan even een stukje rijden in zijn elektrische boot. Tom die doet nog allerlei andere dingen. Hij heeft eerst de crowdsourcing platform van Nederland opgericht. Hij heeft net even een pandje gemaakt. Daarachter, daar, dat bruine ding heeft hij net gedaan. En hij is ook bekend van Busmaster. Samen met Rens de Jong, dat zeg maar audience interactive tool. Maar hij is dus nu zijn eerste boot gemaakt. En als je kijkt hier in deze haven, hier zitten allemaal boten. Er zijn er maar 3 elektrisch. Het zijn allemaal plofauto's. Plofmotoren. En hij is dus gewoon begonnen met elektrisch. Kijken wat zijn ervaringen zijn. Nou, lekker aluminium. Makkelijk te onderhouden. Lekker heel kaal. Het is dus een prototype. En hij spiegelt mooi. Dus je hoeft alleen maar af en toe een lapje eroverheen te halen. En ik ga eens even kijken van... Moet je kijken wat een dashboard. Nou, moet je kijken wat mooi. Ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Hier zit een heleboel op. Kijk eens wat mooi. Die man houdt echt gewoon van dingen zichtbaar maken. Ik wil sturen. Kijk, hij kan hier gewoon... De stuur, zelfs sturen kun je gewoon flexibel maken. Oké, draai er eens aan. Ja. En kijk eens. Dan gaat hij hier. Hij kan overal gas geven. Hij kan overal sturen. En dat kan hij op alle plekken doen. Dus je kunt op 4 plekken sturen. Deze. En hiervoor. Nou, alles is gewoon software configurable. Hij heeft alles zelf verzonnen. Oké, wegwezen. Tom, dit lijkt echt een software defined boot. Dat kun je wel zeggen, ja. Wat zit er allemaal in? Wat is er nu? Hij is helemaal steer by wire. Dus alles wat in die besturing achterin gebeurt, wordt elektronisch aangestuurd. Ja, dat betekent dat ik met software eigenlijk elke aanpassing kan doorvoeren die ik maar zou willen doorvoeren. Ja. Dus net als je huis, net als je huis heb je alles met domotica. Ja. En hier stuur jij. En dit apparaat. Hier stuur ik mee. Zoals je ziet. De buitenring. Buitenringen sturen. Ja. Drukken in het midden is rechtdoor sturen. Ja. En dit is gas geven. Ja. Zie je? Dus oké. Okay. Rechtsom draai. Oh, ja. Geef ik gas. Ja. Ga. Klotsen. En ik kan ook combinaties doen. Zoals bijvoorbeeld als ik hem indruk en ik draai met dit wieltje. Dat is trimmen. Dus nu gaat die staart die gaat omhoog en omlaag. Ja. De andere kant op gaat hij omhoog. Kijk. Oh ja. Hij gaat ook verder omlaag namelijk. En dit ding heb je zelf, die heb je zelf gemaakt, deze user interface? Ja, dit heb ik ontworpen. Ja. En dus laten we rapid prototypen. Dus dit komt gewoon uit een soort van Fab Lab. En ik kan kiezen, ik kan hier sturen. En ik kan ook hier sturen daar, en daar sturen. Nou. En als dat ik nu... doe je door hier gewoon op het touchscreen te kiezen waar je wil sturen. Dus nu als ik dan hier aan ga draaien, ja, dan zie ik hier, dan zie je hier dat ik stuur. Ik stuur naar links en ik stuur nu naar rechts. En ik kan hiermee kan ik harder en naar vooruit en achteruit gaan. Ja. En als ik erop klik, dan ga ik dubbel klik. Dan ga ik naar achteruit en dubbel klik naar voren, ga je naar voren. Zo is het. En die heb je gewoon zelf verzonnen, die user interface? Heb ik allemaal zelf verzonnen. Want boten zijn compromissen en dat moest echt radicaal anders. Een software-defined boot, hartstikke mooi. Een software-defined boot. Hey, hoeveel kilowattuur zit erin? 22. Oké, en wat is het maximale vermogen? Nou, deze boot heeft 145 pk. Okay. Dus het is ongeveer... Kun je kwartier, kun je 20, 12 minuten kun je... Nee, uurtje waterskiën, maar daar gebruik je niet vol vermogen voor. Of het is 3 dagen door de stad heen cruisen. Okay. Maar dit is nu 200 kilo batterij. Er kan eigenlijk 400 kilo batterij in. Maar batterijen zijn echt mega duur. Ja. En, ze worden steeds goedkoper. Ze worden steeds goedkoper, dus dat is voor nu geen prioriteit in dit prototype. Okay. Hoe lang heb je hier aan gewerkt? In oktober ben ik begonnen. Okay. Hoeveel tijd heb je eraan gespendeerd? Nou, ik had nog 2 andere bedrijven natuurlijk. Ja. Dus, maar Busmaster en... Crowdbird Now. Ja. Wat het meeste tijd kostte, was eigenlijk als je dan een dag ontwerpt. Ja. Dan moeten spullen ontworpen, gemaakt, gesneden, gecnc'd worden, geleverd. Ja. Is het 2 weken wachten. Oké, okay, dus dit ding is helemaal gewoon op maat gemaakt. Nou, we gaan eens even kijken hoe die vaart. Okay, 2 voordelen. Nou, een mooie plek heeft hij gevonden. Oké. Dat is hier nog gekrapt namelijk. Let's go. Zo. Relaxed. Scherpe bocht. Red door, haven uit. Oké, eens kijken of dat ding nog een beetje wil naar voren wil gaan. Misschien dat het een beetje hard gaat. Dan kijken we geen politie. Lekker naar links.
Totale controle met je één handje. Ja, je kunt het ding echt gewoon lezen, schrijven met een kleine beweging van je pols. Gewoon eigenlijk bijna een muisarm. Hey, 3 dagen in de grachten. Als je een beetje, als je zeg maar 15 km per uur, hoe lang kun je dan varen? 15 km, dat mag niet in de grachten, hè? Mag je maar 6. Oké, okay, ja. En dat kun je dus kun gewoon je 3 dagen. Of 3 kun je doorvaren met een volle accu. Hoeveel onderhoud heb ik hier aan? Helemaal niks. Nee? Dit is rubber. Rubber, ja. Kan niet stuk, je kan niet uitglijden. Dit is aluminium. Komt er een kras op, komt er vanzelf weer een oxide uit overheen. Hoeft geen tentje overheen. Ook niet over de stoelen, ook niet over de elektronica. Het is allemaal waterproof gemaakt. Helemaal voor luie mensen die gewoon met één handje dat hele ding willen bedienen. Ideaal. Oké, die blauwe lijn is het koppel. En je kunt dus vooruit, achteruit kijken. Dus even kijken of je gas kunt geven. Kun je gas geven? Zo, nu geeft hij vol gas. 370 volt. En 140 ampère. Oké, gezellig. Nou, dat ding is wel echt gewoon heel bewegelijk hoor. Echt. Joe! Het zit er qua techniek eigenlijk in. Dus die motor hebben we gezien, een mooie motor. Maar die elektronica en die software gebeuren. Eigenlijk is deze boot helemaal gebouwd op microcontrollers. Dus in al die pots, in het scherm, in de besturing van de staart waarmee je stuurt, in de besturing van de motor zitten microcontrollers. Dus dat wordt met een programmeertaal C. Kun je die programmeren? Dus je stop je USB-stickertje in. Wil je een nieuwe feature? Programmeer hem anders. Wil je dat die gevoeliger stuurt? Programmeer hem anders. Zo makkelijk is het om veranderingen te maken. Ja, wat kosten die microprocessoren die je gebruikt? Nou, 20 euro. Stelt helemaal niks voor. Nee. En ze praten met elkaar door middel van iets wat heet CAN bus. CAN bus is zelfs sinds de jaren 80 wordt het gebruikt in de auto-industrie. Een soort van ethernet-netwerkje voor je boot. Dus overal waar ik bijvoorbeeld een andere pot wil hebben, kan ik een gat zagen. Leg ik zo'n CAN bus kabel heen, microcontroller erin, klaar is Kees. En wie heeft het geprogrammeerd? Ik heb dit geprogrammeerd. En wat is jouw achtergrond? Ik ben eigenlijk econoom. En waarom heb je leren programmeren? Omdat je dan gewoon veel meer kunt dan wanneer je niet kunt programmeren. Dat heb je uitgevonden, ja. Niet meer afhankelijk van programmeurs. Dus ja, degene die eigenlijk gewoon dit, deze Tesla voor elektrische boten. Want dat is eigenlijk, het is gewoon een geweldige user interface. En een erg leuk scherm. En hij vaart ook hartstikke leuk. En hij trekt ook mooi op. Er zit ook Ludicrous mode in. Dan, waar moeten ze dan zijn? Op rippleyacht.com.